geen verrassing zijn, je wint van Qatar. Dan moesten ze tegen Qatar. Ja, ik volg het. Ja. Taxi control staat nu op 3. Kijk, ja. Waarom niet? Oh, Jesus! Oh. Ja, dat ben ik. Binnenkant, Oh, wow! Ja. Wat gebeurde daar? Wat gebeurde met snow? Die stak opeens rechtsaf van mijn neus. Ja, ja, één strip naar rechts. Dat zag ik ook. Het bleek als een controle uitviel of zo. Dat leek wel zo moe. Ik ben niet ontevreden over mijn start op mediums. Sorry, Joko. Nee, geen probleem. Kusje me kunnen, hè? Ja. Je krijgt vanzelf ook een straf, hoor. Maak je geen zorgen. Heel zacht. Dan zeg ik die heb ik al te pakken, hoor. Deze wil mij. Milko, je hebt inderdaad een mooie livery, man. Ja, man. Dankjewel. Ik vind hem echt lijf. Lekker kleurtje, ja. Lekker dat toch. Oh, kut. Ja. Dat was een gras. Hij mag er niet binnen. Inhalen is lastig hier. Ja. Gaat goed niet? Nee, ja. Ik had naast de hoofdkamer dan. Ik hoop gras. Echt normaal. Nou, gaan we voor de hards. Hards? Ja, ik wil los gaan. Ja, dat kan niet. Hards. Ja. Kijk, ik dan niet volhouden. Oh, oké. Echt 9500 brandstof in een bolle tank. Waar is dat dan weer goed voor? Oeh, jezus. Je ziet er nu ook lekker doorheen. Ja. Ik denk dat de stad ook. Ik heb die niet. Ja, gelukkig dat die hele beestje heel hard remde. Oh, sorry Matthijs. Gaat wel ditje. Hoe vaak gaan we sorry hoor. Oh. Ik krijg een doos wachten. Ik denk echt maar dat het speelt ook nog echt. Ja, nee, het moet wel echt blijven. Het zou heel vaak op weg gaan, denk ik. Ja, het is niet altijd weg. In de online race niet, hoor. Dat houdt ze dan eraf. Valt het thuis als je het hebt, ja, Duitsers heb ik echt een ding mee. Echt helemaal mis. De twee rechte stukken die zijn net gekort. Yeah.
Tweede keer sorry, Winsbergen. Ja, maar je mag er wel weer voorbij, Martijn, hier ook. Dat was niet netjes. Nee, maar dit bij Duitsers nooit, hè? Nee, bij Duitsers sowieso. Maar waar kan je hier nou normaal inhalen? Ergens. Ik heb ons trouwens nog nooit zo hard zien balen als groepswinnaar. Op een WK. Ja, omdat er geen perspectief is. Dus ik zie het niet. Ja, het is nog niet best, hè, maar... We speelden wel echt tegen alleen maar mindere tegenstanders. Misschien dat we tegen een betere tegenstander... dat we daar wat meer ruimte krijgen of zo. Ja, en een knockout kan rare dingen nog goed doen. Hè. Ja, zeker. Had iemand echt die twee wedstrijden van Utrecht? Die speelt toch goed? Niet. Hij ook niet. En we zien alleen maar gekke resultaten trouwens ook, hè? Ja, man. Ah, dat maakt het ook leuk. Ja. Ja. Of niet? Ja. Het enige is, van Engeland wil ik echt niet verliezen. Dan blijf je de rest van je leven horen. Van Engeland, ja? Waarom? Omdat ze zo'n grote bek altijd hebben. It's coming home. Hebben ze mooi kans gewonnen dan? Eén keer. Ik wou dat zeggen, vaker dan wij. En daar herinneren ze iedereen nog iedere dag aan, hoor. Ja. Dat is een volle voetballand, Engeland. Rustig. Hoe dicht moet ik erachter zitten, joh? Heel dicht. Nog dichter. Nog bijna ernaast. Erin. Van erin, doe hij. Onderin, joh. Ja, maar onderin. Hij gaat van gozen, maak me geen zorgen. Ik kan er wel heel dichtbij zitten, maar... er is niks waar ik... Oh, er begint al iemand te leppen, zie ik. Oh, er was al iemand de pits in geweest natuurlijk, hè? Ja, joh. Ah, ja, zeker. Wauw. Nee, als je nadenkt, iemand anders, maar je hebt mij. Hoeveel heb je erop? 4. Dat valt wel mee. Ja, ik ben thuis gekomen, dus... 4,5 liters? Nee, ik denk niet eens. Dat is wel. Ik kan wel binnen zien. Ik kan wel. Ik kan wel, ja, man. Maar op een nette manier ook, ik raak je hier aan. Nee, heel goed. Ik wil nu even die koos even pakken. Ja, ga ervoor. Nee, mijn softbanden beginnen al. Hij is ziek, weet je nog? Hij heeft niet kunnen oefenen. Nee, ik zeg heel eerlijk, ik heb circuit experience gedaan en ik schrok echt hoeveel sneller iedereen was dan ik. Ik dacht ook echt van, nou, dit gaat niks worden vandaag. Ik kwam ook niet in de top 10 wat dat betreft. Ja, dan heb je ook van natuurlijk talent. Ja, dan moet dat wel, hè. Maar dan had ik het vanmiddag niet. Het is gewoon de lion in leash, dit. Ja, ik kon door de auto, ja. Ik kon er, ja. Ja, maar die had ik vanmiddag ook, hoor. Niet bij Circuit Experience, maar... Het is wel een goede auto, man. Het is wel een hele chille auto, moet ik zeggen, ja. Ik heb de GTM hier met die Die wordt spannend.
gaat je even langs. Ja, thanks. Heb je hem? Ook. Ja. Hier dankjewel. Ga ik wel aan de binnenkant langs. Perfect, dankjewel. Ja, dankjewel. Stil gaan staan, joh. Normaal. Oh. Ja, op zich als je buiten de racelijn rijdt. Ja, maar buiten de race eigenlijk gewoon pas. Ja, het is ook zo'n klein circuit, het is ook wel moeilijk hoor. Ja. Vooral in dat stuk. Ja, ja, op rechte baan ook nog gekund, maar je moet nog stilstaan. Je zit zo dicht op, achter elkaar. Je kan niet eentje doorlaten en dan de volgende bocht pakken. Nee, daarom. Dat ja, kan wel, dan blokkeer ik iedereen. Ja, op zich had je coach al mogen blokkeren, maar niet. Ja. Ik heb hem ook geguildtript om alsnog te komen. Ja, echt. Alleen voor dat. Omdat hij gegarandeerd in de punten zou eindigen. Ja, omdat ze hadden het gegeven en opeens hebben ze nummer 11. Nu voel je je echt genaaid, toch? Ja. Ja. Nee, wat doe ik? Zelfs 12 rondes? Ik deed het zelf 14 ronden, maar... Ja, oké. Okay. Cool. Geloofwaardig. Misschien wel twee. Ja, dan is het wel niet beter als we nee. Ja, de 300 RS, ja, die heb ik zelf ook gehad. Echt een geweldig stuur, moet ik je heel eerlijk bekennen. Oh fuck! Oh, ik raak een muur. Puntje, genoeg. Staat er een muur? Nou wel. Ja, de pitboard. Een onzichtbare muur. De pitboard is... geen schade. Hoe kan dat nou? Dan heb je mazzel. Mijn auto zal helemaal een typisch nu zijn. Hoe wil je nou uitkomen met schade, hè? Hij heeft waarschijnlijk een 3 seconden penalty. Penalty inderdaad, maar dat is veel. Echt geen schade. Dat heb je geluk. Wacht, ja, ik laat je wel langs springen, een stuk, denk ik. De blauwe vlag krijgt van 0 kans om te rekenen af. Oh ja, dat pak binnenkant maar. Zo. Oh. Ik heb zo in de auto. Oh. Ik heb. Ja, ik heb straf, man. Oh, ik heb een straf. Ik denk. Je hoeft niet langs te laten hoor, ik heb de bouwvlag, jij niet. Sorry, ik kan je niet heel veel feedback geven over die Thrustmaster terwijl ik aan het racen ben, man. Ik kan je vraag niet helemaal lezen. Jammer.
Ik ben heel vandaag aan het vertellen. Ja, dan kan je best wel even Discord joinen en het daar vragen naar de race. Nou, ga ik achter. Maar ik vond hem geweldig, ja. Taxi-tool 3 spaart rugbanden. Ja, ja, zeker. Yo, what's up, Mr. Gaan we dat even doen? Nee, toch? Jawel. Banden sparen is de. Om dadelijk niet in verkeer te zitten. Hey, die Matthijs rijdt gewoon 3 rondjes langer als mij op zijn soft. Ik doe 3 lange rondjes op zijn mediums. Ja, kan je echt heel moeilijk langs laten zitten. Hè? Ja, weet je. Ja. Alvis, ik kom eraan. Echt. Ik zat net op, ik denk 27 seconden op Alvis en dan moest ik een paar mensen voorbij laten die 40. Dankjewel, Alvis. Dat is kloten. Dat is echt heel kut. Hij is net een kleine baantje. Ja. Moest jij zo vroeg naar binnen dan met schade? Of? Ik ja. Ja, ik probeerde alvast in te halen. En toen raakte dus een beetje gas. Ja, en dan... Toen eigenlijk in de muur. Die seconde die je net zei. In één keer 3 plekken meer lager. Dat ik dat paaltje dan raakte. Geen schade. Nou, dat deed ik ook hoor. Tijdens de oefenronde. Ik ben eigenlijk nooit de pit in gereden, dus. Ja, ik heb tijdens oefenen vanmiddag. Toen raakte ik ook dat ding. Oh, dan dadelijk even opletten dan. Ja, ik hoop niet dat het ding is dat je niet kan ontwijken met bepaalde auto's. Yo, laten we rusten. Oh, dat zou helemaal. Zoals dat afstand kan dit. En ik weet niet of je via de andere kant de pit in kan rijden, zeg maar. Dat je voorbij is dat paaltje rijdt. Ja, daar heb je nog zo'n seconde. Je hebt de lijn in rijden. Nee, daar hebben wij niet aan staan. Oh, dan is dat misschien beter. Maar ik weet niet of dat werkt. Oh nee, dat was een strong. Want zodra je voorbij die witte steen bent, dan krijg je al de pit animatie namelijk. Ja, dus dat is altijd gaaf. Maar gewoon zo meteen even opletten. Dankjewel voor die follow. Dankjewel, Alvis. Voor mijn pace, joh. Als ik 54 zou rijden op mediums, dan wel
krijgen. Dan straks 55 is eigenlijk. Veel harder kan ik niet. Ik ook. Ik ook. Op wel op de klein mediums. Ja, zeker. Nieuwe. Net een drie snelste ronde. Niet direct. Ja, er komen belangende namen hier in de buurt. Goed, die had ook. Deze had ook een stint op Sols, of niet? Dat weet ik niet. Ja, dat. Ga ik wel vanuit. Dat was wel Sols, ja. Ah, het voor de tank ook nog. Ja, ik merk persoonlijk niet zo heel veel daarmee in het spel. Oh, ik wel. Met Formule 1 merk ik echt belangrijk. Ja, Formule 1 vind ik leuk zo voor. Een lege tank dat kan bijvoorbeeld 100 meter rennen, bij een volle tank 150. Dan zit hier bijna geen verschil in, moet ik zeggen. Ja, uiteindelijk ga je wel harder. Dat vond je het zo leuk uit, hè? De laatste ronde ging ik elke ronde bij een schoot. Ja. Ja, ik ging ook harder als ik begin. Omdat ik op de laatste keer fout. Ja, geen fouten, maar ik helpt ook. Wat je al wist. Ik heb gewoon 6 keer van de baan gehad. Pitstops. Nee, dat was niet top. Die op, Madboy? Ja, ik kan misschien een rondje door kunnen gaan, maar... Het ging te veel tijd kosten. Nou, is dat verschil toch? Dat zijn de rondjes. Dat zijn er 5 meer dan ik verwacht had. Engels al first. Ja, als ik het dan, ik wel af is.
Robin, kom ik jou nou gewoon een tweede keer tegen? Ja. Die schaagt zoveel tijd met die blauwe vlag, hè? Nou ja, dat geloof ik wel, ja. Ja. En dan maar weten waar je langs kan. Bocht 1? Ja, prima. Als jij buitenkant houdt? Prima. Ja, dat is kut. Ik ben er nog niet dichtbij. Ja, goed gedempeld eerder. Ben je er al? Ja. Yo, Daika, ik ben ook benieuwd naar trillen, man. Oh, Matthijs, wat gebeurde daar? Ik heb op gegaan. Oei. Gele vlag. Ja, was ik. Ga maar op gras, is het niet goed. Is geen goed idee. Nee, dat had ik ook nog kunnen vertellen. Met zo'n linker achterwieltje net op het gras. Geen goed idee. Nu gaat het. Of is het gewoon weg?
Anderson, soft ziek dek weer, wat heeft dat dan een beetje, joh. Robert? Ben je toch blij dat je erbij bent, Robert? Tuurlijk. Nice. Yo, goeie avond, G4C. Vorige week hadden 15 mensen, toch? Nee. Ja. Oké. Okay. Ja. Die missen we dan eigenlijk. Schieven. Schoen. Boemer. Ja. Dat is wel maar. Dat is allemaal inderdaad, ja. Ja. En die Matthias, die was er vorige jaar wel bij je zat. Ja, die doet deze league niet mee, denk ik. Oh, oh shit, yes. Ik word echt in één keer misselijk, hé. Oh. Oké. Oh, ja, ik moet echt kotsen, heb ik het idee. Oei. Holy shit. Dat is een twist. Ja, dat is niet... Oh my god, ik zweem me in één keer op de leplazers. God, we zijn nog pas op de helft. Gaat. Blijft een spelletje. Ja, maar het gaat best wel lekker. Gebeurt? Ik zet mijn TCR op 0. Dat is 12 op 1. Oh. Dat is 6. Als het alles is. Oh. Geen schade, Bintje. Nee, geen schade. Dat is deze. Ik krijg geen schade. En je bandjes? Ja, die waren al kapot. Die waren al kapot. Alleen niet, want ik lag net wel lekker 27. Ik was heel tijd op 6 aan het tijdens de PCS. Kom met woord dichterbij. Ik dacht, hey, even kastgeven. En dan zet ik net 0. Kijk, nog een beetje op boeren. Kijk hoor. Ja, boem, maar goeie avond, man. We hadden net over je. Shit toch, jong. Oh, Malone, goeie avond. Pas op, Alvis. Die pit geeft heel weinig ruimte. Thanks, man. Thank you.
zeker. Nee, we vroegen ons af wie er allemaal deze week niet waren. En daar was jij de ene van. Ik zat even te tellen. Tegen wie spelen ze, Boomer? Boomer en Sean in de gaten. Destas is lekker. Oh, tegen Iran. Nou, moet toch ook wel een beladen wedstrijd zijn. Dat denk ik wel, ja. Die vraag in de persconferentie ook, hè. Wat een vreemd WK is het ook, hè? Ja. Meer politiek dan wat anders, vond ik bijvoorbeeld. Ja, het is sowieso jammer dat het niet echt wat heeft. Dat moet je wel. Ja, dat klopt. Het is leuk om te volgen. Oh, kut. Links heel thuis. Doe, dank je wel. Oeh. We hebben dwars voor die haarspelbocht heen ineens. Daar gaat bijna ook weer dwars doorheen. Ja. Het rent niet zo fijn. Toch weer 5 seconden verloren. Wie heb ik achter me zitten? Nu Snowy. Oh, ze zitten tussen Koos en Snowy in, oké, prima. Zeg maar Koos, hoeveel bied je? Goeie, ja. Ik lig voorop, hoezo voor een bied je? Voor een suk laat ik je voorbij. Ah, mijn links voor, Lepijs, straal, helemaal rood. Ja, ik sta op verse bandjes, dus een beetje moeilijk om langs te laten. Best niet. De rest is gewoon kan op de helft, hè? Linksvoor is een pot. Ja, linksvoor is bij mij ook gewoon op, de rest voor mij. Oh, zo. Dus niet aan mij alleen. Nee, dat is normaal bij de studie. Oké, ik raak hem nu niet. Ja, hij ging ook heel langzaam de pits in, hoor. Ik zweer het je, ik heb 2 seconden verloren, denk ik, door hoe voorzichtig ik de pits in rijd. Ah, oh, nee. Dat is beter als 3 seconden. Ja, zeker. Nou, ik heb hem net echt gewoon de pit in gejaagd. Ja, nou, ik durfde er echt niet. Nou, wat er was gebeurd tijdens het oefenen. Hey, 3 rondjes later, hey, Matthijs, dan ten op seconden opgelopen. Nou, dan zit hij 6-6, maar nu moet ik er wel goed uit kunnen rijden. Oh, nu heb ik grip. Nu heb ik nog grip. Is lekker. Ga je dat zo lang volhouden? Ik dus. Ik heb mediums onder liggen, geen softs hoor. Oh, ik dacht dat je... Nee, dat red ik nooit. Nee, ik wou net zeggen. Handig geslimd. Het is eigenlijk zelfs met mijn zakelijke auto. Dat ik hem dus ook altijd klagen. Ja? Ja, de gemiddelde... Die 30.000 kilometer per straatje. En ik 18. Heb jij toch ook niet echt heel veel? Dank je wel, Alves. Ja, maar ik doe 18.000 kilometer. Ja, dat... Ze hadden ook al een Alweiler in de zomer. Dat is ook niet echt handig. Die was gewoon open.
Nee, ik krijg wat nieuwe banden naar 40, denk ik. 40.000. Goed, ik heb ook niet een hele zware auto. Misschien scheelt dat ook. Ja, Ferrari? Nee, maar in het echt. Ja, wat bedoel ik? Oh ja, nee. Want ik heb geen idee hoe zwaar een Passat station is. Passat station? Geen idee. Ik heb wel zweethandjes van deze baan, hè? Ik ook. Het is natuurlijk Japan, hè? Kijk, al is warmer. Ja, kom er weer. Ja, zijn ook zo'n overlucht voor mij hier. Ja, die jetlag kan ook een beetje op te spelen. Ja, elke week weer heen en weer gebied, hè? En je bent ook dronken van de overwinning op Duitsland, hè? Ja, die hadden gewoon gewonnen, hè? Ja, 2-0. Hey, banden eraf, Mad Boy? Nee. Oh. Misschien ik heel veel glijden. Oh, dat valt wel mee, toch? Dus ik voel het zelf niet. Psychische spelletjes hier al. Ik heb net 5 ronden zonder geluid gespeeld om de microfoon te fixen. Blijft gewoon boeiend, mag de Matthijs rijden. Die auto, hè, die slip voor van de kant los. Maar hij gaat gewoon kilometer per uur. Ja, gewoon niet leuk. Ja, gewoon kut in deze kleine cupdagje. Ja, nee. Ja, maar daarna, joh, je ziet van die auto gewoon echt wegsputten. Een soort tand voor mieren, dit of zo. Het is wel een leuk baantje voor met de kart, denk ik. Want zullen we zo meteen de 65 rondjes met de kart? Ja. Elke baan is leuk met de kart. Nee, misschien niet die port. Ik. Dat is echt wel een mooi baantje. Weet je, ik zal ja, als een vraag of zo, een Toyota Tundra. Zeg maar waar ik opzij moet, Wilco, ik zie het niet echt. Ja. Het is, er zit nog een gaatje, dus. Ja, daarom. Ik proef aan. Ik ga vlak van het bocht, nee. Nu. Ja, dat. Opzij. Wat kan? Als je nou niet. Blue flex. Thanks, my boy. Ah, graag gedaan, hè. Met mooi per rondje, deze. Nee. Nee, hij ging iets te wijd. Dan kon ik tussendoor steken. Ik help graag zieke mensen. Dankjewel. Dat is heel nobel van je. Ga ik nu vast? Dan ga ik zelf iets wijd. Ja, mijn bandjes zijn te oud om daar wat tegen te doen. Ja, ik heb gloednieuwe banden, dat is wel waar. Afremmen helemaal. Voor. Bij bocht 1 laat ik er langs. Dan ook. Ja, dan hou ik hem links. Rem ik wat eerder.
En voor twee keer rood? Tot man, dankjewel. Wie, ik? Ja? Nee, één keer rood. Ik heb rood nog niet gehad. Oh, ik dacht dat je rood had, had je? Nee, medium soft. Ik zat heel erg te twijfelen tussen twee keer rood. Dan zou ik het misschien net redden, maar... Ik dacht, laat ik het risico niet nemen. Is niet nodig dit keer. Waar moet je langs zaten, Binsberg, hier? Nou... Drie rondjes gewacht. Wat denk je? Eén rondje. Dan ben ik weer bij jou. Wat denk je daar dan? Je zag me toch mooi eraf vliegen, of niet? Ja, ik zag het zeker, daarom vroeg ik. Ja, ik wou eigenlijk jou in één pot proberen. Dat is cynisch. Dat lukt niet. Wat een showman, hè? Wat een showman is het. Alles voor de content. Ja, dat ook. Je moet ook gemaakt worden. Ik vloog 4 seconden daar. Ja, ja. Kom op, Koos, let's go! Wat denk je dat ik doe dan? Ja, tram is door, Koos. Ja, jeetje, jongen. Ja, geef eens gas, joh. Domme Koos. Loop meer alleen maar op te houden. Minimaal iedereen helemaal op een rondje kunnen zetten. Ja. Met zoveel oefenen. En in de optimale. Heel eerlijk, ik denk dat heel veel met deze auto te maken heeft. Zie je, goede auto. Voor deze baan echt top. Want ik begon op medium. En ik begon op medium omdat ik dacht van ja, je kan. Nee, ik heb 13. Omdat ik dacht van, weet je, het is hier heel moeilijk inhalen. En als ik dan gewoon langer door kan rijden, dan rijd ik tenminste vrij, weet je wel. Ja. Maar dan was de start wel heel belangrijk en die was gelukkig heel goed. Ik luister erbij hier, deze sportshow. Ja, thanks. Daar gaan we, de Nissan broers. Hij komt gek op, joh. Ja, hallo, ik moet een veel kortere bocht nemen. Dat was netjes, hè, Pinsberg? Heel netjes, dankjewel. Ik verlies geen tijd, jij verlies geen tijd. Seconden. Ik heb zelfs een heel klein beetje gewonnen. Oh, nou, ik zat heel even in de slipstream van jou. Een keertje, hè? Misschien. Ben je misschien zelfs op tijd pakken straks? Hoi. Oh, sorry. Oh. Ik schrok mij verpakt. Ja, ik zag het oprecht. Oh, nee. Alweer zo'n wit neusje. Je hoort me toch aankomen met die stofzuiger, man, hoor. Oh. Ik heb bijna niks, man. Ik heb wel typisch muziek aan van die game. Typisch, man. Oh. Ja. Ik heb wel het idee dat de muziek vroeger veel beter was, man, in deze game. Thanks, mister. Ik heb wel aanstaan, maar ik hoor het amper. Ja, dat het echt bijna nergens naar klinkt. Soms heb je wat klassiekertjes. Ja. Die vind ik wel nice, maar... Soms heb je het letterlijk klassiek. Ja, ook dat. Die vind ik ook wel nice, die gekke remix. Ik wil ze gewoon mijn eigen Spotify kunnen aanzetten. Nou, ik moet wel zeggen, het voelt wel een beetje Benny Hill-achtig. Straks weer even stoppen. Welke ronde zit jij nu, Koos? 54? Wacht, we kunnen heel even niet kijken. Ik had nu 55 in. 55? Ja. Ja. Kijk. Dit vind ik klaar van Robert. De rechtse. Voor een soft pakken, Robert. Linkspoor is gewoon weg. Oh, sorry. Ik geef even netjes aan dat je naar rechts gaat. Okay, ik doe een later te veel. Gewoon op de zachte banden proberen. Hoe komt het ineens zulke volle tanks krijgt?
Omdat we benzineverbruik hebben veel laag staan. Je hebt wel op realistisch staan. Ja. Je had er eerst op keer 4 of zo? Ja, keer 4. Ik moet wel zeggen, ik mis het hoor. Want dat levert een mooie strategie op. Ja. Nu is het gewoon, ja, je hoeft er niet over na te denken. En mensen wilden niet wisselen, dus ja, dat hadden we toch? Kutmensen. Ja, kutmensen, altijd kutmensen. Ik geloof dat de mensen worden verpest. Ja. Altijd. Het zijn mensen. En niemand als je tegen me komt te tanken hoor. Nee, man. Ik zou het nu niet meer doen. Nee, ik ben al gestopt. Het zou een beetje raar zijn. What's up, Smash? Ik kan niet lezen wat je zegt, maar. What's up, jongen? Ik ben wel heel eerlijk echt blij als dit voorbij is, man. Ik moet heel even kijken of ik straks wel Atlanta ga rijden, hoor. Of ik moet echt een hele gigantische boer laten, dat kan ook. Dat kan je beter op een wc doen dan... Ja, I know. Maar dat is het ding, dat heb ik dus al 3 dagen. Ik heb nog helemaal niet gekotst, maar ik doe er ook alles aan om niet te kotsen, maar... dat gevoel is het, weet je wel? Ja, dat is een opgeblazen gevoel de hele tijd. Ja, maar echt drukkend op je middenrif, weet je wel? Net boven je darmen of zo. Ik weet niet wat het is, man. Het is echt heel weird. En ik zweet me nu echt op ledblazen. Ik lig lekker onder mijn dekentje, jongen. Echt? Ja, serieus. Vuile smeerlap. Ja, maar goed, als ik niet thuis ben, staat hier de verwarming uit. Dus het huis is niet zo heel erg goed geïsoleerd. En met dus komt hij best wel af. Of heb je een vast contract nog? Ja, blokverwarming. Oh ja, zeker. Even leuke detail waar volgende week krijg je glasvezel. Eindelijk. Nice. Lekker. Dankjewel, Alvist. Dankjewel, Alvist. Letterlijk en ik het seizoen heb waar ik wel een fatsoenlijk kaart heb. Hey, maar zeg niet dat ik je vorig seizoen niet gewaarschuwd had. Ah, klopt. Moet ik af en toe gewoon eigenwijs hoor. Ja, dat weet ik. Oeh, 54. Okay. Nu ga je wel lekker, Robert. Lekker ik hou je niet bij. Nu 38 seconden op is. Zoek al makkelijk, joh. Maar goed, toen waren de rondes ook iets langer. Nou, bij mij moet Milko al een heel erg goed fout gaan maken. Dan zal ik die nooit meer bij, joh. Ja, 19 seconden, ja. 5 rondjes, pak het niet. Wordt lastig. Oh, yeah.
Yep. Ja, natuurlijk is ook een manier om hem lopen te laten. Stok even van de gras kort achter me zat ze nog. Was ik alle kanten op een klein net. Ja, maar ja. Ik denk als je het nu nog volhoudt, levert er minder plekken in dan op de pits in gaan. Ja, het was een leuke poging. Ik ben net te snel op het rechte stuk ook. Oh, ben je best wel bij. Ik was erop. Nee, er staat geen pijn aan de baan. Twee lange snelheidsbochten in die Porsche zijn echt lastig, hoor. Ja, dat is echt kut. Die zijn juist weer heel nice met die van mij. Dat had ik vorige week ook bij die hairpin op Suzuka, weet je wel. Ja, dit is wel het probleem als hier, met die Porsche. Heb je dan drie van zulke bochtjes? Ja, jij staat nou op soft zeker, Thijs. Ja. Ja, dacht ik. Dat scheelt best veel. Sorry. Waarom zou je het? Ja, het heeft bijna versleten mediums. Ah. Even focus nog even houden. Even dikke deze nog even achter me houden. Ik heb 6 seconden. Dat moet wel lukken. Hij is geen 2 seconden sneller als mij, toch? Zo, zip, 53,2. Aan mij. Wat is een pitstoptijd? Dan in banden wisselen. 20 seconden zoiets? Het duurt niet lang in ieder geval. Volgens mij een seconde of 20. Die van mijn leven nog. Oeh, hij is wel 2 seconden sneller. Oeh, hij zat er echt om hangen. Ah, maar hij moet zo nog inhalen, dat is wel het verschil. Oh, ja, ik wou net zeggen, dat is wel het kutte hier, hoor. Ja, ik vind leuk een bocht. Nou, ik werd heel even benauwd toen ik de pits uitkwam en achter Snooyhoff en Binsberger zat. Of Mapple. Ja, ben je benauwd? Ja, zeker. Voor mij? Ja, gewoon voor hoeveel tijd ga ik hier verliezen? Want ik heb juist heel veel gespaard op die medium, zodat ik vrij zou kunnen rijden. En ik rijd die pits uit en ik zit strak achter jullie. Ik kom er nu al weer snel voorbij, maar mijn handen al. Ja, ik wou zeggen, ik had wel mazzel dan mee, hoor. Het scheelt echt veel op deze baan, hoor. Nou, zie ik de baan wel, vind ik. Het is wel leuk. Oh, dit was wel een goed rondje. Ik loop uit op dikke deze. Ja, I know. Sterker nog, ik ben er. Kwistje. Afluiten, scheids. Fluiten, scheids. Oh. Ik heb 2-0. Ga weg, één keer deze. Ga weg. Kan je nou in één keer 2x2 zitten? Dat kan niet. Dat is 3x7. Oh, eerste podium. Oh, lekker. Gefeliciteerd, jongen. Lekker met de bal. Dank je wel. Mooi gevecht. Kan iemand even een screenshot maken van de tijden? Ik zou ook echt alles doen om een zipje achter me te houden. Ja, een zipje is snel ook, hoor. Ja.